twijfelen. Ja, dankjewel dat jullie gekomen zijn. Ik wil graag mijn reiservaring van afgelopen jaar met jullie delen en ook mijn verbazing. Ik heb een hoop dingen gezien die ik graag met jullie wil delen. Nou, dit kennen jullie waarschijnlijk allemaal, het Panama-kanaal. Ik had het net al over Panama. Het Panama-kanaal wordt verbreed. En ze graven daar complete bergen af om het Panama-kanaal te verbreden. En wat ik niet wist, is dat er daar duurzaamheid ook echt hoog op de agenda staat. Dus Panama-stad, alleen in Panama-stad zijn al 65 LEED-projecten. Dus daar wordt het LEED-systeem gebruikt, concurrent van Brium. En alleen al in die stad 65 projecten. Maar goed, ik wil je niet op zo'n reis meenemen. Ik wil eigenlijk ook een andere verbazing schetsen. Ook een beetje de motivatie van waarom zijn we nou met duurzaamheid bezig. Ik zag afgelopen weekend in het NRC een aantal foto's. Ik weet niet of jullie deze... Oh nee, het FD. Niet in het NRC, in het FD. Ik weet niet of jullie deze gezien hebben. En ze hadden een aantal mooie foto's van de bebouwde omgeving in de wereld. En appartementen in China. En een hele mooie foto van een zee bij China. En eigenlijk het gevoel van waarom ben ik met duurzaamheid bezig, zit ook wel heel erg in die foto's. Aan de ene kant vind ik het mooi en wat wij als mensheid doen. Aan de andere kant ook wel een soort ontevreden gevoel. En ik heb ooit een boek gelezen dat heette Sugunruwe. Dat gaat eigenlijk over de migratiedrift van vogels. Dus vogels die zijn op een gegeven moment op een plek en die merken het wordt warmer. Ik moet op weg. Ik moet weer naar het noorden. Ik hoor hier niet thuis. En dat gevoel dat hebben denk ik ook heel veel mensen als ze zeg maar in de bebouwde omgeving zijn. Dat ze verbaasd zijn over hoe wij dingen organiseren. Van, zijn we nou wel goed bezig? Gaat dit nou wel de goede kant op? En kan dat niet anders? En dan ben ik nu in de cement- en betonsector terechtgekomen. En daar heb ik ook echt het gevoel van, dat is een sector waar we niet omheen kunnen. Laten we met elkaar die sector gaan verduurzamen. En dat is voor mij echt een motivatie om in die sector aan de gang te gaan. Soms zeggen mensen van ja, beton is toch helemaal niet duurzaam. Nee, hout is ook niet duurzaam en biologisch voedsel bestaat ook niet. En fairtrade kleding bestaat ook niet. Allemaal waar. Maar het gaat uiteindelijk om dat we vanuit een sector aan de gang gaan met verduurzaming. Nou, eigenlijk mijn verbazing zit natuurlijk ook in wat willen we nou eigenlijk? Als we het vanuit DGBC hadden ik altijd over BREEAM gebouwen. Wat zijn dat nou voor gebouwen? Dat zijn gebouwen die in hoge mate duurzaam zijn. Waar materialen hergebruikt worden. Waar bijvoorbeeld betonkernactivering in zit. Waar alle massa wordt opgewarmd voor een hoog comfort. Waar je wat doet met het afval. Bijvoorbeeld riolering. Dat je dat gebruikt om de groentetuin te bemesten enzovoort. Nou, en dat staat dus al 2000 jaar geleden in Duitsland. Hè, de foto van Ties gekregen van VBI, die zegt wat we doen is eigenlijk niks nieuws. Dus dit staat gewoon in Duitsland, bestaat al 2000 jaar. En er zit dus al gewoon een riolering in die onder de groentetuin uitkomt, betonkernactivering. Alles zit gewoon al lang in dat gebouw. Nou, de betonsector, beton heeft best wel een uitdaging qua imago. Maar als je met die bril, als je een andere bril opzet en je hebt precies van wat is nou eigenlijk beton in onze maatschappij, dan kom je gewoon überhaupt niet hier zonder beton. En eigenlijk heel breed, waar is een beschaving eigenlijk op gebaseerd? Onze beschaving, onze welvaart is eigenlijk gebaseerd op goedkope energie en goedkope grondstoffen. Dus dan zie je ook wel wat voor een opgave wij hebben te doen met verduurzaming. Dus je moet vanuit de energiekant en vanuit de grondstoffenkant moet je aan verduurzaming werken. Nou, Nederland zou onder water staan zonder beton. Maar ook de schoonheid van een product, dat leer je ook waarderen. En ik wist überhaupt niet dat hier beton in zat, maar het is dus een betonnen gebouw. En nou, ook een voorbeeldje, een nieuw lid bij ons. Die werden lid als ik die foto liet zien. Maar denk ik een fantastische oplossing. Dat je echt gebruik maakt van de intrinsieke kracht die in beton zit. Hè, de drukkracht. Dus waarom maak je dan geen ronde vormen? Waardoor je optimaal gebruik maakt van beton. En ik denk ook dat uiteindelijk gebouwen met meer vrouwelijke vormen mooier zijn dan alleen maar vierkant. Nou, dit is een hele bekende installatie als je in de sector zit. Ik weet niet wie weet wat dit is. Dit is de cementmolen in Nederland, Ensie Maastricht. Dit is onze enige cementmolen in Nederland. Onze trots zou je kunnen zeggen. Hij gaat helaas
als techneut zeg ik helaas uit productie. Dus wij worden echt een importland van cement. 2018 of zo gaat die uit productie. Engie blijft wel doorgaan, maar deze molen die stopt. Eigenlijk heel simpel, dit is de achterkant, of de voorkant, waar de mergel in gaat. En het wordt steeds heter naarmate je meer bij het einde komt. En uiteindelijk komt er klinker uit. Eerst wordt het mergel gedehydrateerd, dan de decarbonisatie. En uiteindelijk krijg je cement. Maar het probleem natuurlijk wat er kleeft aan cement maken, het geeft heel veel CO2-uitstoot. Dus daar zit er absoluut een uitdaging voor ons als sector. En dan bedoel ik de hele bouwsector, om aan die carbon footprint te werken. Beton is het meest gebruikte materiaal, 9 kilo of 10 kilo per persoon per dag. Dus dat is vergelijkbaar met, whatever, zoveel eten we niet op een dag. Water is het enige materiaal wat meer gebruikt wordt. Het is een hele grote afvalstroom, waar we in Nederland wel echt koploper zijn in het hergebruiken van die afvalstroom. Nou, de CO2-uitstoot, die getallen, daar is discussie over, maar het kan wel tot 10% zijn van de CO2-uitstoot. Dus echt, als je wil gaan verduurzamen, focus op deze sector. En in Nederland zijn we al koploper, want wij zitten maar op een procent of twee. Nou, een van de projecten waar ik afgelopen jaar mee bezig ben geweest, is een internationaal project. Dat is eigenlijk, de opdracht is maak een FSC voor de betonsector. En dat is CSC geworden, Concrete Sustainability Council. Dat is een project wat getrokken wordt door de World Business Council for Sustainable Development. Dat is een organisatie in Zwitserland waar ongeveer 2/3 van de cementindustrie bij aangesloten is. En waar we gezamenlijk proberen die keten te verduurzamen. En we focussen op biodiversiteit, op de supply chain en dus ook op verantwoorde herkomst. En daar focust dit project op. En dat is een heel breed keurmerk. Je zou kunnen vergelijken met BREEAM, alleen dan specifiek voor beton. Dus het gaat over het management, hoe managen wij onze bedrijven. Het gaat over duurzaamheidsthema's, dus de CO2-uitstoot, het hergebruik van materialen. Ook over de veiligheid van de gebouwen, van het product en economische factoren. En we zijn dus bezig om in Nederland aan te sluiten op het betonbewustkeurmerk, dat we niet een keurmerkstrijd krijgen in de betonsector. Nou, waar ik verder in Nederland mee bezig ben, is de Green Deal Beton vanuit het MVO Nederland, Netwerk voor Beton. En onze waardepropositie geeft denk ik heel goed weer wat wij aan het doen zijn. We kunnen niet om beton heen, dat is echt de ruggengraat van bijna alle gebouwen en alle infrawerken. Dus laten we focussen op die ruggengraat en die verduurzamen. Nou, daar hebben we een aantal focusgebieden, een aantal handelingsperspectieven noemen we dat. Nou, heel belangrijk is, dichtbij u als eindgebruiker, is gewoon comfort bieden. Beton biedt heel veel mogelijkheden. Eén daarvan is betonkernactivering. Dus laten we comfortabele gebouwen maken. Nou, een tweede is natuurlijk een focus op circulair. Laten we van beton maken. Een derde is natuurlijk slimmer ontwerpen. Dat is ook een boodschap richting de architecten en de constructeurs. We kunnen heel veel CO2 besparen door beton langer te laten uitharden of door slimmer te ontwerpen dat je minder materiaal nodig hebt, noem maar op. Zeg maar. Dus dat zijn allemaal zaken waar we focussen. En natuurlijk in de cementsector zelf proberen Portland armer cement te maken, zodat je een lagere CO2-footprint hebt. Nou, wat een van mijn grote verbazingen in de sector is, als ik aan een leek vraag van nou, wat zijn nou de kosten van de betonconstructie als percentage van de bouwkosten van een gebouw. Nou, dan zeggen mensen 40%. Ik dacht zelf ongeveer 20%. Ja, dat zal wel iets van 20% zijn. En dus ja, als duurzaam beton duurder is, dan wordt het gebouw duurder. Dus dat is lelijk. Dus dat is een slechte business case. En dan ga je doorvragen en dan ga je voorbeelden ophalen van wat heeft nou die betonconstructie gekost. Nou, vorige week was ik in Zwitserland bij Holcim. Daar zeiden ze, nou, tussen de 1% en 2%. Hangt er vanaf of je de constructie van het materiaal meeneemt, ja of nee. Ik kreeg ook een voorbeeld, zelfs een Nederlands voorbeeld, waar het maar 0,7% was. Dus eigenlijk de verbazing, dat product beton is zo ontzettend goedkoop. Dat is natuurlijk ook waarom we zoveel welvaart hebben. Energie is ook zo goedkoop. Hè? Dus ja, je kan beter diesel in je auto stoppen en een kilometer rijden dan dat je 30 kilometer moet lopen. Hè? Dus energie is nog steeds enorm goedkoop. Dat geldt dus ook voor beton. Wat eigenlijk ook betekent dat het verduurzamen van de betonketen op de prijs van een gebouw eigenlijk een heel lage meerkosten levert. Dus is mijn boodschap, als je gaat verduurzamen, begin met die betonketen. Dus daar heb ik nu een aantal boodschappen waar ik mee wil eindigen. Allereerst aan de betonsector. Dus dit zijn niet mijn 1 april grappen.
zou je kunnen denken. Maar dit zijn eigenlijk mijn boodschappen van nou, aan de betonsector, maak van beton beton. He, dus laten we circulair gaan. Ik denk dat het een project is wat inherent dat het dat heel goed mogelijk maakt. He, dus we met breektechnologieën, noem maar op, zeg maar. Als wij als betonsector circulair gaan, maken we een enorme slag. He, de Nederlandse economie is circulair. Het kan niet circulair zijn als de betonsector niet circulair gaat. Een bewegende keten. He, dat is ook een boodschap. Ik hoor heel veel problemen die er zijn, zeg maar, zitten op systeemniveau en niet op productniveau. Het is, wie kent er meer producten die een levenslange garantie geven? Volgens mij is mijn voorbeeldlood van Cross, daar heb ik een levenslange garantie op. En verder beton. Dus volgens mij is het zo'n kwalitatief goed product. Alleen moet je dus een systeem leveren. Dus volgens mij is het goed als de keten, als we meer in de keten gaan bewegen en gewoon zeggen, wij garanderen gewoon dat er een gigantisch goede betonconstructie staat op je bouwplaats. De architect. Wat is mijn boodschap aan de architect? Nou, we hebben in de BREEAM-verhalen zagen we heel veel warmtepompen tegenkomen. Dat is ook een boodschap richting mijn spreker na mij. Als je een gebouw toepast met een warmtepomp, doe dan ook betonkanactivering. Anders dan heb je dus een gebouw wat naar lage temperaturen wil, maar niet maximaal naar lage temperaturen kan. Ontwerp voor deconstruction. Uiteindelijk gaan we die gebouwen toch weer slopen. Dus hou daar rekening mee dat die systemen er als systeem uitkomen of als product, of dat we in ieder geval dat beton kunnen hergebruiken. En beton is meer dan een draagconstructie. Dus het vraagt om integraal ontwerp. Zeker als je met betonkernactivering aan de gang gaat, vraagt dat een integraal ontwerp. Nou, beste aannemer, ook u heeft een belangrijke rol in de verduurzaming van de betonketen. Allereerst geeft de constructeur wat meer tijd. Want dat hoorde ik ook vanuit Maybin. Zeiden ze tegen mij, een domme constructie vraagt om dom beton. En we willen slim beton leveren, dus maak een slimmer ontwerp. Maar daar hebben ze te weinig tijd voor. Een hele grote CO2-besparing is simpel door beton langer te laten uitharden. Dus het is een beetje een trend tegen die snelheid waar we het elke keer over hebben. Als je beton langer laat uitharden, heb je minder cement nodig, kan je zo 20% van de CO2 besparen. En doe ervaring op met duurzaam beton. Dus heel veel onkunde. Doe die ervaring op, want die vraag die gaat absoluut komen. Nou, meneer de constructeur, ik denk dat het voor u een hele simpele boodschap is. Granulaat kan je gewoon toepassen. Alle normen zijn er. Je mag gewoon 30% granulaat toepassen. Geen enkel probleem. 50% kan ook in de regenregels. En ik denk voor heel veel toepassingen kan je prima naar 100% toe gaan. En ontwerp dus op prestatie. Nou, de belegger. Ik denk ook een hele belangrijke speler in de keten. Ik zie wat beleggers zitten ook. Bizar eigenlijk is wat ik net vertelde. Als die betonconstructie maar 1% van de kostprijs in is van het gebouw. Dan is het helemaal zo'n hype. We moeten renoveren. Dus we gaan gebouwen renoveren. Fantastisch. Dat ondersteun ik absoluut. Maar wat zijn we eigenlijk aan het doen? We zijn 99% van de waarde van het gebouw gooien we in de container. We laten 1% staan. En dan zeggen we gaan een herontwikkeling doen. En dat is allemaal fantastisch duurzaam. Terwijl die constructie kan behoorlijk in de weg zitten. Slechte plafondhoogtes. Te brede vloeren of te smalle vloeren. Dus mijn boodschap is, denk daar ook slim over na. Niet dat ik wil zeggen, je moet niet herontwikkelen. Maar als wij van beton beton kunnen maken, is mijn boodschap, kan herontwikkeling een hele rare zijn. Maar voor de belegger, wat is nou hetgene wat echt waarde heeft? Dat is de locatie. En ik denk, als je op lange termijn kijkt, is de constructie hetgene wat lang meegaat. Steek dus meer effort in een goede constructie. Met een hoog adaptief vermogen. Dus feitelijk is het enige wat je aan het gebouw niet afschrijft, is mogelijk de betonconstructie. Nou, dat is eigenlijk wat ik jullie verteld heb, is heel oud brood. Dat was ook een van mijn verbazingen. Ik kreeg een boekje aangereikt uit 1977. Waar een onderzoekscommissie heeft gekeken bij Philips naar de bedrijfsterreinen. En die kwamen eigenlijk al tot dezelfde conclusie. Gebouwen worden wegwerpartikelen. Want de eisen aan die gebouwen die veranderen zo snel. Dat je dus waarschijnlijk die gebouwen binnenkort kan weggooien. Dus de afschrijvingstermijn van de verschillende gebouwdelen gaat ook heel verschillend worden. Installaties ga je steeds sneller afschrijven enzovoort. Dus ontwerp gebouwen op die verschillende afschrijvingstermijnen. Dus in die zin heb ik jullie eigenlijk helemaal niks nieuws verteld. En dan kom ik bij de opdrachtgever. Dus ik denk dat de sleutel in de verduurzaming is de opdrachtgever. Die moet gewoon duurzaam beton vragen. En de boodschap naar de opdrachtgevers is: wees ambitieus. Dus hou je rug recht. Iedereen gaat vertellen dat het moeilijk is en dat het niet kan. Er kan veel meer. Eis duurzaam beton. Het kost bijna niets. Dus 20% meer kosten op duurzaam beton is op je totale gebouwprijs.
valt reuze mee. En vanuit het onderzoek van CE Delft blijkt dat verduurzamen vanuit de betonsector per euro de goedkoopste verduurzaming is. Dus dat is volgens mij iets wat wij als Hollanders willen horen. Dus daar wil ik jullie voor uitdagen. En wij dagen als betonnetwerk opdrachtgevers uit om tot een hoge ambitie te gaan. Dus ik wil daarom graag de rest van mijn tijd geven aan een opdrachtgever die handschoen wil oppakken. Dus ik wil graag het woord geven aan Gerard Schreuder. Een ontwikkelaar die ik vanuit de DGPC-tijd al heb leren kennen. We hebben Park V, heeft hij ontwikkeld. Hebben we toen samen geopend met de burgemeester en met die gekke Renault Twingo'tjes. Dus ik geef jou graag het woord om te vertellen wat jouw ambities zijn als opdrachtgever. Ja, dank je. Afstandsbediening. Ja. Goedemiddag. Mijn naam is Gerard Schreuder. En wij gaan samen met Stefan een overeenkomst sluiten om bij het volgende project duurzame beton te gaan gebruiken. Stefan heeft mij gevraagd om hier kort uiteen te zetten hoe wij werken. Dus ja, daar maak ik graag gebruik van. Daarnaast, ik ben geboren en getogen Twentenaar. Kun je misschien aan mijn uitspraak horen, maar dat terzijde. Dus iets over onze aanpak. Misschien eerst wat angstaanjagende plaatjes, want waar doen we het voor? CO2-uitstoot, nou, we kennen het allemaal. De ontbossing die plaatsvindt. IJskappen die smelten. Water wat stijgt als het regent. Ja, regent het extremer dan vroeger. Wat doen we eraan? Wij hebben als opdrachtgever in vastgoedland gezegd, wij willen nieuwe technieken toepassen die een antwoord geven op die huidige maatschappelijke onderwerpen. En op die manier willen wij ons onderscheiden en toegevoegde waarde creëren bij het realiseren van die gebouwde omgeving. Voorwaarden die we onszelf gesteld hebben, maar die niet vreemd zijn, is wij vinden de sociale kwaliteit, de mens, het allerbelangrijkst bij wat je bouwt. De milieukwaliteit, de economische kwaliteit, want het moet ook wel betaalbaar zijn. En dan de projectkwaliteit, de 4 P's. Wat wij ook hanteren bij al onze projecten is de kreet Trias Energetica. Die begint met reduceer de energievraag. Maak met elkaar in het team een ontwerp wat uiteindelijk als het gereed is zo weinig mogelijk energie verbruikt. Probeer met het gebouw zelf ook zoveel mogelijk energie op te wekken. En heb je nog een stukje externe energie nodig, koop dat dan duurzaam in. Enkele highlights van ons programma van eisen. Bovenaan hebben wij elke keer staan, wij willen projecten, gebouwen zonder CO2-uitstoot. We willen een optimaal comfort voor de gebruiker. Een klimaatregeling per gebruiker. We willen gelijktijdig kunnen koelen en verwarmen. Ook energiemeting per bouwlaag, maar ook per ruimte. Wij meten elke 15 minuten het energieverbruik in elke kantoorruimte. Meten is weten en daarmee kunnen wij onze gebouwen verder optimaliseren. Goede prijs-prestatie, niet onbelangrijk. Flexibele indeling, industrieel bouwen, kom ik straks op terug. Een demontabel gebouw, hoog rendement warmtepompen, kom ik straks ook even op terug. Nou, betonkernactivering en warmte-koude opslag, niet het onbelangrijkst. Nou, BREEAM in Nederland, nu 5-6 jaar, heel actueel. Ik vind het jammer dat we in Nederland nog maar 5-6 jaar BREEAM hebben. Want als wij, zoals de Engelsen 20 jaar geleden BREEAM hadden omarmd, dan stond er nu niet 12, 14 miljoen vierkante meter kantoorpand leeg. Wat is er gebeurd de afgelopen 20 jaar? We hebben kantoren gebouwd. Waarbij er alleen gekeken werd naar de kwaliteit van de contracten. Een ontwikkelaar die een gebouw gebouwd had, probeerde het te verkopen. Het contract werd beoordeeld. Wie is de debiteur? Hoe ziet de kaststroom eruit? En het gebouw werd verkocht. De kwaliteit van het gebouw werd onvoldoende beoordeeld. Met als resultaat, er staan veel te veel vierkante meters leeg. Op dit moment is BREEAM zich zodanig aan het ontwikkelen dat over een aantal jaren, maar dat gebeurt nu ook al, pensioenfondsen, beleggers, de banken gaan zeggen, we willen wel mee gaan doen, maar dan moet het een exclusief en goed keurmerk hebben.
zal verder niet veel over Brium gaan vertellen, want ik denk dat het bij de aanwezigen hier volop bekend is. In Brium is de weging energie 19% en het gezondheid 15%. En daar ga ik straks wat meer over vertellen. Het energieverbruik in de dienstensector is zodanig dat 37% van het totale gasverbruik gaat op in de dienstensector. En 53% van het elektriciteitsverbruik gaat ook op in de dienstensector. Onze ontwikkelingen, heel kort, een van de voorbeelden, Ter Kate Huizinga is een redelijke accountantsclub in het Twentse land. Hun hoofdkantoor, daar hadden ze een verbruik van 38 tot 39 euro per vierkante meter. Gemiddeld is dat in Nederland, mits je een goed geïsoleerd pand hebt, 24 tot 28 euro per vierkante meter. Wij hebben hun gehuisvest en betalen nu all-in, het totale energieverbruik, 8 euro per vierkante meter. Ontwikkelingen waar we nu mee bezig zijn, die gaan straks naar 0 euro per vierkante meter. En dat ook mede dankzij betonkernactivering. Daar kom ik straks op terug. Dus wij zijn in staat om panden te ontwikkelen met een heel laag energieverbruik. We hoeven het alleen maar te doen. Iets over onze bouwtechniek. Wij bouwen industrieel. Ik ben vroeger opgegroeid met Lego en Meccano. En dan kon je fantastische bouwwerken maken. Die liet je een paar weken staan omdat je daar trots op was. Je ging dat bouwwerk demonteren. Het ging netjes weer in de doos. En als je zin had, maakte je later weer een nieuw gebouw of een nieuw ontwerp met die bestaande voorraden. Wat doen wij? Wij bouwen een gebouw en staat het in de weg, gaat de sloophamer erin en het wordt puin en dat verdwijnt onder het asfalt. Onze gebouwen zijn volledig demontabel. We kunnen ze uit elkaar halen en 100 kilometer verderop gewoon weer in elkaar zetten. Industrieel bouwen, is dat duur? Nee. Wij vinden al onze besparingen die nodig zijn om die hele dure technische installaties, want wil je een duurzame technische installatie, is die duurder dan cv-ketels met radiatoren. Maar al die extra investeringen die wij moeten doen om een pand maximaal duurzaam te maken, die voordelen halen wij uit het industrieel bouwen. Dat is namelijk goedkoper. Wel zo'n 20% goedkoper dan standaard bouwen. Wij verhuren onze panden voor tussen de 125 euro per vierkante meter en de 135. Dat is niet duur. En ze zijn volledig duurzaam. Het traject, ik zal daar niet te lang bij stilstaan. 3D-ontwerpen. Sinds een jaar of 10 hebben we 3D-software en is het ook mogelijk om industrieel te denken. Daarvoor, toen je nog achter de tekentafel stond, was dat moeilijker. En met platte tekeningen, ook digitaal bijzonder lastig. Met het 3D-ontwerp zijn we met elkaar in staat om achter de terminal op die millimeter nauwkeurig vast te stellen dat de onderdelen die je wilt laten maken in de fabriek ook werkelijk passen. Want de grootste angst van een aannemer is dat je onderdelen laat maken die op de bouwplaats aankomen en die niet passen. Onze 3D-techniek, waar iedereen over kan beschikken, maakt het mogelijk om industrieel heel efficiënt en goedkoop te bouwen. Nou, de fabricage, vanzelfsprekend, gebeurt in de fabriek, onder dak, 365 dagen per jaar, geen last van slecht weer, hoge kwaliteit, één groot nadeel. Cement is het bindmiddel in de beton. Daarom gaan wij ook met MVO Nederland in de volgende projecten op een andere manier op met het samenstellen van die beton. Heel kort iets over de klimaatinstallaties. Wij hanteren warmtepomptechniek met warmte-koude opslag. Hoe de compressor werkt, dat zal ik overslaan. Het rendement van zo'n warmtepomp, dat is best interessant. Ik vergelijk een warmtepomp wel eens met een eenarmige bandiet in het casino. Je stopt een euro in het apparaat, je trekt aan die hendel en er komt 5,7, afgerond 6 euro uit. Wie wil dat niet? 1 euro in een apparaat, 6 euro die eruit komt. Dat is de wijze waarop een warmtepomp werkt. 1 euro elektriciteit, 6 euro energie. Op het moment dat je team die de installatie ontwerpt de opdracht meegeeft, ik wil een hogere COP, op welke manier zou dat kunnen, zijn we aan het testen gegaan. En wat bleek, dat als je een warmtepomp
selecteert met een hogere capaciteit dan je werkelijk nodig bent. Dus in plaats van 200 kilowatt, 300 kilowatt. Blijkt in de praktijk dat die warmtepomp, ook wanneer de volledige last in de winter of in de zomer van het apparaat gevraagd wordt, dat die een deellast draait. Dat die nooit vol op zijn belasting draait. Met andere woorden, wanneer die compressor in die warmtepomp in een hele relaxte modus draait, heeft die COP's van meer dan 10. Dus ik stop er een euro elektriciteit in, er komt meer uit dan 10 euro aan energie. Wie wil dat niet? Dus de warmtepomp, een geweldige ontwikkeling. Voordelen zijn dat je, we zien hier op dit plaatje een warmtepomp met even 4 satellieten. Stel een verdieping heeft 30 ruimten, elke ruimte heeft een eigen satelliet, dus je kan in elke ruimte koelen of verwarmen. Maakt niet uit wat het individu wil. Wil ik koelen, kan ik koelen. Wil ik verwarmen, kan ik verwarmen. We hebben ook situaties in het voorjaar en in het najaar dat de zon op de zuidgevel al een bepaalde belasting geeft en dat je op die zuidzijde wilt koelen, terwijl je aan de schaduwkant nog wilt verwarmen. Het leuke van dit systeem is dat de warmte die je wegkoelt aan de zuidzijde kunt gebruiken aan de schaduwzijde voor het verwarmen. Dus ik ben aan de zuidzijde aan het koelen, ben aan de schaduwzijde aan het verwarmen en de warmtepomp die staat gewoon stil. Bijna geen energieverbruik. Op het moment dat je bereid bent om iets meer te investeren en je geeft elke verdieping een eigen warmtepomp, in plaats van één warmtepomp voor het hele gebouw, kun je ook onderling tussen de verdiepingen energie uitwisselen. Levert nog meer voordelen. Energetisch, een zeer slim apparaat. Alleen het nadeel is het koude middel, de CFK's, Freon. Daar wil ik kort toch even bij stilstaan. Het GWP is het Global Warming Potential. Aan elk koude middel hangt een GWP-getal. Hetgeen inhoudt hoe schadelijk het koude middel is voor onze omgeving. Laat ik 1 kilogram, 1 liter Freon ontsnappen in de atmosfeer, dan is dat net zo erg als met een benzineauto 3 keer de aarde rondrijden. Sommige installateurs die met deze materialen werken, zijn zich niet bewust van de schadelijke werking van 1 kilogram Freon. 1 kilogram Freon, net zo erg als 3 keer met de benzineauto de aarde rondrijden. Wat kwamen wij tegen op een van onze projecten? We hadden een project op Aruba, periode looptijd van 3 jaren. Wat bleek op die eilanden het geval te zijn? Daar zijn ze, als ze een installatiestuk hebben, niet op zoek naar de lekkage in het systeem. Maar in systemen, bijvoorbeeld in supermarkten, daar zit zo'n 1000 tot 1600 kilogram Freon in een installatie om de meubelen te kunnen koelen. En zeker te kunnen vriesmeubelen en koelmeubelen. Zij hadden op het dak een vat staan met koude middel. En in plaats van dat ze de lekkages gingen opzoeken, ging het systeem elke keer bijvullen. Dat was ongeveer 100 liter, 100 kilogram Freon per jaar. Dat ontsnapt daar dus gewoon in de atmosfeer, denkt niemand bijna. We zijn daarop gaan doorvragen en wat bleek, alle huishoudens die daar een aircootje aan de muur hebben hangen, en het aircootje is stuk, dan is er vaak een lekkage. Dan gaan ze naar de bouwmarkt, dan halen ze een kilogram of 5 kilogram Freon, vullen hem netjes bij en het ding werkt weer. Dus ik weet niet of hier mensen zitten van de Tweede Kamer, maar daar moeten wij ons ook druk om gaan maken. Wij zijn in Twente de eerste in de wereld die bij een lekkage in het Freon-systeem een buffersysteem heeft en alle minuut alle Freon in het systeem buffert in een tankje. Dus je kunt hier op een andere manier naar kijken en je kunt hier op een andere manier mee omgaan. Even. Iets over de WKO, warmte-koude opslag. Een van onze projecten, Park 4 in Enschede, daar hebben we 35 kilometer aan leidingen in de bodem aangebracht tot 33 meter diep. Totaal zo'n 570 lussen. Daar stroomt elke 24 uur 2,7 miljoen liter water doorheen. En dat heeft bij elkaar een capaciteit van 600 kilowatt. Dit systeem zorgt ervoor dat we maar 8 euro per vierkante meter kwijt zijn aan energie in plaats van
24 tot 28 euro. Dus warmte-koude opslag, zeer interessant. Nou kun je dat op verschillende manieren aanbrengen. En wat wij gewend zijn in Nederland is gatenboren. Gatenboren tot 160 meter diep, dieper of minder diep. Wij hebben een systeem dat is grondverdringend. En wij persen een buis in de bodem. Een buis met een diameter van 6,5 centimeter. En in die buis, wanneer die op diepte is, brengen wij een lus aan. Dan trekken we de buis weer omhoog. Het zand komt weer terug. En zonder dat we één emmertje zand uit de bodem halen, maken wij een compleet WKO-veld, waar dan ook. Dus 570 lussen, 33 meter diep, grondverdringend aangebracht, zonder dat je iets beschadigt. Want op het moment dat je gaat boren, boor je gaten met diameters van 30 centimeter en boor je wel al die ellende, klei, zand, grind, alles komt uit die bodem omhoog. En probeer dat maar eens weer te vullen. Dus ik hoop dat de overheid in de toekomst kritischer gaat kijken naar WKO's die geboord zijn. Want je kunt ze op een andere en duurzamere manier aanbrengen. Thema gezondheid. Ik zal er ook niet al te lang bij stilstaan. Maar de invloed van een optimaal comfort voor ons als mens is ontzettend belangrijk. Wanneer je gebouwen ontwerpt zonder een goed binnenklimaat, mensen worden ziek, lagere productiviteit, etc. Een interessante website is www.gezondegebouwen.nl. Daar staan allerlei wetenschappelijk onderbouwde thema's waar je de nodige kennis zeg maar, uit kunt halen van op welke manier maak je je gebouw gezonder dan nu. De afgelopen 20, 30 jaren kennen we topkoeling. In de regel wordt er een hele grote luchtbehandelingskast op het dak gezet, 1 stuks die alle verse lucht naar binnen trekt. Via grote kanalen het gebouw inperst. De brandweer eist brandweren de kleppen tussen de verschillende compartimenten. Met als nadeel lange luchtkanalen, soms 200 meter lang voordat de verse lucht op zijn plek is. Waarbij door middel van condensvorming bacteriegroei en schimmels gaan ontstaan in die lange luchtkanalen. Onze gebouwen hebben niet 1 kast op het dak die het hele gebouw moet voorzien. Die kast die draait de hele dag, bij wijze van spreken, ondanks dat misschien de helft of een x-deel van de mensen niet aanwezig is in vakantieperioden. Bij ons hebben elke verdieping 2 luchtbehandelingskasten. Die zitten direct aan de gevel, eentje aan de zuidzijde, eentje aan de noordzijde. Met als gevolg hele korte kanalen. Kanalen van 16 tot 20 meter maximaal en dan is de lucht op zijn plek. Geen schimmels, geen bacteriën. En altijd verse lucht op je werkplek. Nou, CO2 gestuurd. Wanneer we meer dan 600 parts per miljoen, 600 deeltjes in een kubieke centimeter aan CO2 hebben, wat we uitademen, moeten we ventileren. Bij ons heeft elke ruimte CO2-meting. Elke ruimte is apart aangestuurd op de aanwezigheid van mensen. Zitten er 4 in de ruimte, zegt het systeem, we gaan actiever ventileren. Is iemand een dag of een week weg, staat in die ruimte het systeem zeg maar in een basissituatie waarbij die weinig energie verbruikt. Dus CO2 gestuurd ventileren zorgt voor een gezonde ruimte, maar zorgt ook nog eens een keer weer voor minder energieverbruik. Wat nog meer? Ik weet ook niet hoeveel tijd ik nog heb. Oké. Valt mee. Dus misschien ben ik wel wat gehaast aan het praten, omdat ik heel veel informatie kwijt wil. Ik kan hier wel 2 uur over praten, maar ik heb een kwartiertje of zo. Dus excuus voor de snelheid. Wat passen we nog meer toe? Waterbesparende maatregelen. Dure kranen met elektrische oogjes. 4-liter toiletten. Misschien wel een leuk voorbeeld. Ik herinner mij nog toen wij ons eerste Briumgebouw wilde voorzien van 4-liter spoeling, want dat was een voorwaarde vanuit Briem, kwamen wij tot de conclusie dat die niet te koop waren in Nederland. Dan denk je van, ja, hoe kan Briem 4-liter toiletten omschrijven als je ze niet kunt kopen in Nederland? Onze installateur kon ons niet verder helpen. De producenten in het zuiden des lands, ik zal de namen niet noemen, hadden geen idee. Maar joh, doe me één plezier, bel eens met een collega uit Engeland of uit Amerika. Vraag is of ze daar beschikken over. Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te houden, we hebben onze toiletten gekocht in
Engeland. Want daar hadden ze ze wel. Maar dan zonder Como-keur, zonder Kiwa-keur. Dan denk ik, nou, we gaan het gewoon doen. De lift die ik hier zie, die wekt ook elektriciteit op, is niet nieuw meer. Maar toen wij met dit project begonnen, kochten we de eerste 6 liften die naar Nederland gingen, die elektriciteit opwekten. Deze liften zijn 43% zuiniger dan een standaard lift. Je betaalt iets meer, maar je krijgt wel wat terug. Uiteindelijk heeft alles wat er nog verder aan toegevoegd is, voor elk gebouw afzonderlijk een BREEAM Excellent label heeft het opgeleverd. Daar zijn we trots op. Wij leveren in dat park een bijdrage aan die Kyoto-doelstelling. De kantoren zijn voor de mensen die er werken, het zijn er op dit moment meer dan 700, comfortabele kantoren op. Want we hebben gebouwd in de crisistijd en alle vierkante meters zijn verhuurd. Wij leveren een besparing van 60-70% op de energiekosten. En daarnaast, omdat wij geen gasaansluiting hebben, we hebben ons WKO-veld, besparen we elk jaar bijna 550 ton aan CO2. En dat komt overeen met ongeveer 91 hectare bos. Stel, we hebben cv-ketels met radiatoren, heb ik elk jaar 91 hectare bos nodig om de uitstoot van CO2 om te zetten in zuurstof. We kunnen met elkaar, als we dat willen, energiezuinig, duurzaam, milieuvriendelijk bouwen. Even een plaatje van het project waar ik het over heb, Park V in Enschede. In de crisistijd gebouwd en is geen vierkante meter meer beschikbaar. Wij zeggen samengevat, je moet erover praten, maar je moet het ook doen. Wat wij willen gaan doen dit jaar is ons inspannen voor meer beton zonder cement. Meer ons inspannen voor bouwen aan die circulaire economie. Betonkernactivering, warmte-koude opslag nog verder in de markt zetten op een manier die grondverdringend is in plaats van boren. En daar ook aandacht voor gaan vragen. Beter omgaan met die CFK's. Dus die ene kilogram CO2 die ontsnapt in de atmosfeer, ontzettend schadelijk. Ik hoop dat we dat onthouden. En dan de mens, ik heb hem als laatste staan, eigenlijk is die het allerbelangrijkst. Maximale aandacht voor een gezond binnenklimaat, want dat verdienen we. Dat is mijn presentatie. Hartelijk dank. Stefan, nog een laatste woordje? Ja, we zijn nog niet klaar. Oké. Okay. We gaan nog iets ondertekenen. Heel dus goed. Ik wil ook graag Willem Lageweg naar voren vragen. Dat is de directeur van NVO Nederland en de voorzitter van de Green Deal Duurzaam Beton. Duurzaam Betonketen. Hallo. En vanuit ons netwerk zoeken we dus 10 opdrachtgevers die ambitieus willen zijn ten aanzien van toepassing van beton. En Gerrit is daar één van. En wij zouden degene die bij het... Ik kom heeft een microfoon. We maken er een feestje van. Degene die bij het NVO-netwerk Beton horen, en ik zie er een paar in de zaal, die willen wij op het podium om even bij deze ceremoniële ondertekening wat kaliber aan het moment te geven. Dus wie is er lid? Ik zie al een voorganger voor jou. Ja, daar zit er is degene, Harry, zie ik ook. Dus wij willen eigenlijk even het feestje nog wat groter maken. En dan gaan we tekenen. En de hoofdboodschap is natuurlijk, zitten de opdrachtgevers in de zaal? Mag ik even kijken, wie zijn opdrachtgevers voor bouw in de zaal? Zitten die hier? Opdrachtgevers voor de bouw? Laat je even zien en laat je even horen. Durven niet of ze zijn er niet. Nou, dan weten we jullie op een andere manier te vinden. Want ons doel is om dit jaar 10 grote opdrachtgevers te vinden die gaan doen waar wij nu voor tekenen. En mijn welgemeende complimenten, mijn grote complimenten voor Schreuder Vastgoed, want die is hier in de eerste. Ik heb er net al even een tweet over gestuurd, want we maken graag reclame voor de goede voorbeelden. Mooi. Dankjewel, we gaan tekenen, denk ik. Goed, heren. Gaat uw gang. Mooi, dit is wel eventjes een extra versterking, hè, zo erbij. Laten we hem vasthouden met elkaar. Ja. Pak hem vast. Ik zal wel even helpen. Ja. Zet jij hem eerst, of... Samen gaan we grenzen verleggen in de verduurzaming van beton. De start in 2015, een nieuw project met meerdere innovaties in beton. Wie kan erop tegen zijn? Als je een beetje betrokken voelt, Harry, jij helemaal.
Daar moet gewoon een handtekening bij.